Hallo allemaal. Sinds de enige tijd ben ik een fervent filofaxer. En net als bijna al mijn collega filofaxers kan ik niet al mijn goodies in de filofax zelf opbergen. En daarom heb ik sinds een tijdje deze travel wallet. Ik heb hem van eBay gekocht. Helemaal niet duur. Maar het heeft wel verschrikkelijk lang geduurd voordat hij kwam. Zelfs zo lang dat ik op een gegeven moment heb moeten klagen dat er niks geleverd werd. En toen zouden ze het nog een keer opsturen. En uiteindelijk kwam er een pakketje binnen. Ik denk dat het alles bij elkaar 3 maanden geduurd heeft. En ik moet zeggen, theoretisch zou er dus nog een tweede pakketje moeten komen. En dat heb ik tot op de dag van vandaag nog niet gezien. Maar goed, ik heb hem. Ik ben er best wel blij mee. Hoewel de kwaliteit te wensen overlaat. Maar ja, voor die paar euro doet hij het prima. Ik ga jullie laten zien wat ik er eigenlijk allemaal in heb zitten. Maak ik hem snel open. En leg ik hem zo neer. Nou, we beginnen aan de linkerkant. In het allervoorste vakje heb ik zitten wat navullingen voor het vulpotlood. Is toch af en toe wel handig zo'n potlood. En ik heb er ook deze Friction gum in zitten. Dit is een gum die hetzelfde doet als de gum die op de Friction pennen zit. Alleen soms is het gewoon makkelijker dat je wat meer vast te houden hebt. Ik heb hem meebesteld met mijn Friction pennen. Zou ik dat nog een keer doen? Nee, ik denk het niet. Maar goed, ik heb hem en ik vind hem hartstikke leuk. In het tweede vakje zitten wat sticky notes. Een mooi kraftpapier met een lijntje erop en don't forget erop. Die heb ik een keer in Berlijn meegenomen. Ze zijn vrij uniek en ik heb ze eigenlijk nog nooit bij iemand anders gezien. En ik ben er ook heel blij mee. Ik heb geloof ik nog zo'n pak liggen. En ik gebruik ze toch wel regelmatig. Vandaar dat ze hier ook in zitten. Nou, dan komen we bij de Friction pennen die ik zojuist al genoemd heb. Ik heb naast deze 6 kleuren ook nog een zwarte. Maar die zit standaard in mijn zwarte A5 Filofax. En verder zit er dus het vulpotloodje in. Nou, hier heb ik een vak. Daar heb ik eigenlijk helemaal niks in zitten. Daar kan ik nog eens een keer iets tussen stoppen. Maar het is zo'n los vakje dat ik dat net zo makkelijk vind als dat niet is. En in dit achterste vak heb ik een heel pak met letterstickertjes zitten. Deze zijn allemaal van Snap. En dat zijn een hele serie kleurtjes. Even kijken. Bruin. Ja, en grijsbruin. Roze, geel, oranje, tielblauw, rood en groen. Best al het een en ander van gebruikt, maar kunnen best nog eens van pas komen. En van diezelfde kleuren en ook van Snap, van, wat overigens van Simple Stories is, heb ik deze letterstickertjes. En daar heb ik van elke kleur 2 velletjes, zodat ik daar ook nog best heel veel leuke teksten mee kan maken. Dus reuze handig. En die zitten hier mooi achterin geschoven. En dan gaan we al naar de rechterkant. Aan de rechterkant heb ik een HEMA permanent marker zitten. Deze marker gebruik ik eigenlijk alleen wanneer ik op washi tape wil schrijven. Washi tape die heb ik apart in een doos zitten. En ik heb kleine stukjes in de filofax zitten. Dus die kan ik erbij pakken en met deze pen schrijf ik daar dan op. Dat schrijft makkelijker en is beter leesbaar dan bijvoorbeeld deze pennen. Ik zal daarmee alleen niet in de filofax zelf schrijven, omdat dat natuurlijk enorm doordrukt. Iets wat deze weer niet doen. Dan komen we bij het voorste vakje. Daar zitten hele leuke stickmarkers. Die heb ik ook vorige week binnengekregen. Helemaal uit Hongkong. Via Etsy gekocht. Het zijn een aantal verschillende Nederlandse meisjes, molen, tulpen, klompen en vlaggetjes. Ik vond het gewoon zo schattig. Ik denk, nou, die moet ik hebben. En ja, goed, we kennen allemaal dat hebben gevoel wel. Dan heb ik ook nog stickmarker to-do lists. Dat zijn een ijsbeertje, een pinguïn met kleintje, nog een ijsbeertje met een kleintje en een blauwe pinguïn. Ja, die zijn gewoon heel gemakkelijk als je even snel een to-do listje erbij wil schrijven. En wat ik nog alles doe, is erop schrijven en dan plak ik hem op de boekenlegger. Zodat hij de hele week zeg maar in de midden zit. Hartstikke handig. Dus die zitten hier ook bij. En wat ik ook nog van dezelfde Etsy store heb mee heb besteld, zijn deze. Dat is een grote memo. Maar die zit met een strip onderin. Wat nog wel eens handig kan zijn. Want soms gaat het helemaal niet om wat de bovenkant te plakken.
En deze heel erg leuke potloodjes die je natuurlijk ook als boekmarker kunt gebruiken. Dus die heb ik daar ook in zitten. Eens kijken, wat hebben we nog meer? We hebben hier ook nog een hele stapel labelstickertjes zitten. Dit zijn allemaal van scrapbookmerken. Had ik al jaren liggen. Gebruikte ik eigenlijk bijna niet. En nu ik weer nu ik aan het vuilenfaxen ben, ga ik ze daarvoor gebruiken. Even kijken. Dan heb ik hier nog een mapje. En in dit mapje zitten eigenlijk alleen maar indexstickers. En deze stickers. En dat zijn kleine poppetjes met ook weer verschillende klederdrachten aan. Nou, dan heb ik nog één vakje over. Dat is met een rits. En in dat vakje zit nu op dit moment eigenlijk maar één ding. En dat zijn deze sticky notes van de HEMA. Die zitten zelfs nog in het plastic. Dus ik hoop dat het niet te veel reflecteert. Ik heb ze nog niet gebruikt. Maar ik vind ze hartstikke schattig. Dus ook die komen vast wel een keer van pas. Op dit moment is dat alles wat ik in deze travel wallet heb zitten. Ik heb zo'n gevoel dat dat nog wel gaat veranderen. Dat er ook best eens een keer sowieso dingen zullen veranderen. Maar zoals jullie net al konden zien, hij zit al behoorlijk vol. Ik kan aan de bovenkant, dus aan deze kant, best nog wel wat erbij. Maar ja, dat kun je niet echt wegstoppen. Dus op dit moment hou ik het hier gewoon bij. En dat vind ik prima. Ik ben daar ook hartstikke blij mee. En ik heb nog niet gemerkt dat ik echt dingen niet bij me had op het moment dat ik met mijn Filofax en deze travel wallet op pad ging. Dus ik hoop dat ik jullie hiermee ook het een en ander heb kunnen laten zien. Dat jullie dit filmpje leuk vonden. En ik bedank jullie dan weer voor het kijken. En wie weet er een volgende keer.